Nou, we zijn hier bij Volgerail, locatie Utrecht. Vanuit deze locatie doen we eigenlijk het hele jaar onderhoud voor ProRail aan de wissels en de sporen. De winter komt eraan, het is nu natuurlijk nog hartstikke mooi weer. Maar goed, de winter maakt ons toch wel een beetje zenuwachtig. Dus wij moeten heel veel maatregelen nemen en ik ga jou vandaag laten zien wat we dan allemaal doen. Hier zijn we in het monitoringcentrum. Hier doen wij 24/7 doen we hier de wissels in de gaten houden. Dat doen we door middel van warmtebeeldcamera's. Ieder wissel in Nederland is namelijk uitgerust met verwarming. Hè. Dat kan gas of elektrisch zijn. Wij hebben een camera staan die houdt de wissels in de gaten en meet de temperatuur van het wissel. Mocht die niet goed werken, sturen wij een ploeg op pad. Gaan wij proberen die wisselwarming te herstellen. Hier zijn we op Utrecht, emplacement Utrecht. De winterunit staat hier midden op het emplacement, zodat we direct naar de wissels toe kunnen waar wat aan de hand is. ProRail heeft natuurlijk landelijk gezien ontzettend veel wissels waar je continu treinen overheen rijden. Maar van die wissels hebben we toch een groot aantal die heel cruciaal zijn en die bepalend zijn voor de treindienst om die doorgang te laten vinden. Die winterunits willen alleen maar zeggen dat we mensen kort bij die cruciale wissels hebben, zodat we direct kunnen ingrijpen. Dat landelijk gezien de treindienst zo weinig mogelijk hinder ervan heeft. Nou, ik heb hier de warmtebeeldcamera. Ik richt hem nu even op mijn collega. Nou, zoals je kunt zien geeft zijn gezicht behoorlijk wat warmte af. Nou, dat is nu met dit mooie weer is dit een mooie om te laten zien. Maar in principe lopen wij hier 's winters mee rond en kunnen we zien of de wisselverwarming nog zijn werk doet. Hier staat ook al ons gereedschap binnen. Reukblazers, sneeuwblazers, scheppen, bezems. En er staan ook nog wat gasbranders. Op het moment dat wij dus preventief in de winterunits klaar zitten voor eventuele storingen, dan wordt er bijvoorbeeld op een moment gebeld dat er een wissel niet meer in de controle gaat of dat de verwarming het niet meer doet. En op het moment dat wij in het spoor kunnen en dat alles dus veilig is afgeschermd, dat er geen treinen meer over het wissel komen wat in de storing is en waar wij moeten werken, dan kunnen wij veilig aan het werk. En dan gaan wij met de gasbrander naar buiten en een bezem. En halen we al het sneeuw weg en branden we het overtollige ijs wat vastgevroren zit weg. En dan kan het wissel weer om en dan kunnen de treinen weer eroverheen. Dat is eigenlijk hetgene wat wij doen als er een storing is met de sneeuw. Minder leuk is natuurlijk dat we zelf soms de feestdagen moeten missen. Maar als we dan met z'n allen snel weer zo'n storing hebben verholpen en een wissel doet het weer. En je ziet de trein vertrekken met die mensen erin die weer naar hun gezin toe gaan. Dan doet het je toch wel goed dat je zo'n sneeuwdienst kan draaien. Omdat andere mensen dan weer gewoon bij hun familie kunnen zijn met die dagen.